Dag allemaal, dit filmpje gaat over zouthydraten. Ik ga je vertellen wat het zijn, hoe je de formule ervan kunt bepalen en welke reactie je er allemaal mee hebt. Wat is nou een zouthydraat? Dat is een zout dat kristalwater bevat. Dus in de vaste stof aan het kristal zitten watermoleculen gebonden. Een heel bekend voorbeeld is blauw kopersulfaat. Dat maak je als je wit kopersulfaat en water met elkaar laat reageren. Nou, die watermoleculen binden eraan vast. Dat wordt in de formule met zo'n punt aangegeven. En het is dus geen vloeibaar water meer. Nou, dit noemen we dan koper-2-sulfaat. Zo heet het ding voor de punt. En dan pentahydraat. Penta betekent 5. Dus zijn 5 keer zoveel watermoleculen als CuSO4-eenheden. Een voorbeeldvraagje. Wat is de formule van calciumsulfaat dihydraat? Beter bekend als gips. Calciumsulfaat is CaSO4. Als je dat allemaal nog lastig vindt, kijk dan even naar het filmpje van de zoutformules. En dihydraat, die is 2, betekent 0.2H2O. Gaan we naar een ander voorbeeld. Hier is de formule gegeven van BaOH2 maal 0.8H2O. Daar kun je barietwater van maken. Dat kun je bijvoorbeeld gebruiken als je een wondje hebt. En de vraag is nu, wat is nou de naam hiervan? Bariumhydroxide, zo heet het zout, dus dat komt eerst. En dan zit er 8 keer water aan vast. Octahydraat. En dat octa 8 is, kun je vinden in Binas 66C of Science Data 10.2C. Nou, wat nou het lastige is van deze naam, is dat heel veel mensen hydroxide en hydraat door elkaar halen. Laat me deze even als voorbeeld hier staan. Hydroxide is een ion, OH-, en hydraat is dus water, maar dan gebonden aan iets anders. Dus punt en dan getalletje H2O. En dan volgt een reactie. De reactie waarbij uit magnesiumsulfaat en water bitterzout ontstaat. En dat is magnesiumsulfaat heptahydraat. Voor de pijl, magnesiumsulfaat en water met een plus ertussen. Het zijn twee aparte stoffen. Na de pijl dat hydraat, dan staat er een puntje tussen en 7H2O, want 7 is hepta. Nou, dit klopt natuurlijk nog niet helemaal, want ik heb 7 water na de pijl en nog geen 7 voor de pijl. Als je er 7 voor zet, dan hebben we een kloppende vergelijking. Voor de pijl staat er een plusje en na de pijl het puntje. Dat is het enige verschil. Dat betekent wel dat we voor de pijl twee totaal verschillende stoffen hebben. Een vaste stof en een vloeistof. En na de pijl 1 vaste stof. Ik heb de fase als S en L en zo weggelaten, want er stond niet in de vraag dat dat moest en dat mag je ook weglaten. Ander soort vraag, de vergelijking van het oplossen in water van een hydraat. Dan hebben we het hier over ISO-3-chloride hexahydraat, bijvoorbeeld in de waterzuivering gebruikt. Nou, dat is misschien wat verwarrend, want je denkt, hey, er zit al water aan vast, is dat een hydraat. Maar als je nou nog meer water bij doet, dan kan het ook oplossen. Voor de pijl krijgen we dan de formule van het hydraat. IJzer Romeinse 3-chloride is FeCl3. Het ijzer is 3+ en chloride 1-. Hexa is 6, dus er komt dan 0.6H2O achter. Dit is de vergelijking van dat hydraat. Dat is de enige stof voor de pijl. Het zout valt uit elkaar. Dus na de pijl krijg ik Fe3+ ionen en 3Cl- ionen. Het drietje staat voor het Cl-, want die Cl- deeltjes allemaal min zijn en elkaar afstoten. Na de pijl krijg ik dan nog plus 6H2O. En dat water wat eerst kristalwater was, komt nu eigenlijk bij het oplosmiddelwater erbij. En de vergelijking moet natuurlijk wel kloppen, dus als ik 6 water voor de pijl heb, moet ik ook 6 water na de pijl hebben. Wat ik hier vaak fout zie gaan, is dat iemand ook voor de pijl bijvoorbeeld nog zet plus H2O en hier dan 7H2O van maakt. Nou, dan heb je aan beide kanten van de pijl precies hetzelfde, H2O zonder puntje erbij. En dan moet je wegstrepen. Je kan nooit aan beide kanten van de pijl hetzelfde hebben. Het kan wel dus dat je de ene keer water hebt als kristalwater en hier water als gewoon water. Dat maakt dus wel een verschil. Dan even een sommetje. Je kunt het massapercentage van water in een hydraat ook berekenen. Bijvoorbeeld in soda. Dat bestaat voor best wel een groot deel uit water. Wat is soda? Dat is natriumcarbonaat decahydraat. Dat is te vinden in Binas 66A of Science Data 10.2A. Dat is een triviale naam.
formule is Na2CO3, dat is natriumcarbonaat, punt 10H2O. DK is 10, dus 10H2O. Massapercentage is massa deel door massa geheel delen en dan keer 100%. Het deel is dus het water, oftewel de massa van 10H2O. Het geheel is de massa van natriumcarbonaat plus de massa van 10H2O. Maak niet de vergissing door te denken, hey, dit is in de wiskunde een keer, dus ik ga die massa's keer elkaar doen. Je telt ze gewoon bij elkaar op. Het bestaat uit 1 keer Na2CO3 en 10 keer water. Als je dan opzoekt, 10 keer de massa van H2O. Deze 105,99 staat ook in binnen 98, tel je die van water bij je op. En dat is het geheel. Het Na2CO3.10H2O keer 100% maakt 62,96%. Dus het bestaat voor een groter deel uit water dan uit natriumcarbonaat. Als je dat zou willen gaan weghalen, dat kristalwater, dus je zou uit dat soda gewoon natriumcarbonaat zonder dekahydraat willen maken, dan kan je het verhitten. We noteren dat in de vergelijking. Voor de pijl het natriumcarbonaat dekahydraat. Na de pijl is dat gesplitst als het ware. Ik heb de vaste stof natriumcarbonaat plus 10H2O. Die is dan in de vorm van waterdamp verdwenen als je het verhit. Qua vergelijking lijkt het wel wat op het oplossen van soda en water. En ook voor de pijl Na2CO3.10H2O. Maar nu is dat natriumcarbonaat na de pijl gesplitst. Twee aan een plusionen en een CO3 minion. En daar mag je nog AQ bij. En in beide gevallen is het plus 10H2O. Dus bij verhitten krijg ik het vaste zout en weer oplossen de losse ionen. Nou, nu is het tijd om zelf te oefenen. Kijk voor oefeningen in de omschrijving van het filmpje of op scheikanaalvwo.nl. Veel plezier met oefenen en tot de volgende keer.